triest dat de PvdA-fractie steeds meer holle frasenretoriek uitboert waar oplossingen voor Rotterdam nodig zijn. Een tweet vanochtend van de Rotterdamse VVD-fractievoorzitter Maarten van der Donk. De VVD doelt op het gedoe rond de nieuwe Kuip, maar ook de bezuinigingen waar de coalitie voor staat en waar de Partij van de Arbeid zich steeds meer tegen lijkt te verzetten. De VVD lijkt het op dit moment goed zat te zijn met coalitiepartner Partij van de Arbeid. De komende weken zouden wel eens cruciaal kunnen worden, zegt van der Donk. Er komen nu een heleboel tegenvallers aan. Er zijn politiek een heleboel moeilijke dingen. Het gaat er niet meer om welk cadeautje deel je aan wie uit, maar wat pak je van wie af. Ik bedoel, en dat geldt niet alleen van partijen naar elkaar, maar ook van naar Rotterdammers toe. En dan vind ik wel dat je aan de voorkant niet iedere keer weer onderwerpen neer moet zetten waarvan je zegt van nou, wij vinden dat dit er zeker uit moet komen. Dan ga je zo'n onderhandeling helemaal mee op schijf zetten. De Rotterdamse Partij van de Arbeid erkent dat het allemaal niet gemakkelijk zal worden de komende weken. Ja, het wordt cruciaal. De gemeentelijke rekening staat ook zwaar onder druk. Ik ben ook heel benieuwd naar de begrotingsvoorstellen. En ik denk dat het ook zaak is dat we als coalitiepartijen elkaar de komende tijd wat nadrukkelijker gaan opzoeken. Want ik kan me wel enigszins voorstellen dat andere partijen zich overvallen voelen. Maar ja, ik constateer wel dat bijvoorbeeld de VVD nog niet zo gek lang geleden een eigen plan voor het stadion naar buiten heeft gebracht. Dus ja. En dan de andere coalitiepartners, D66 en het CDA, die VVD en PvdA de laatste weken rollenbollend over straat zien gaan. Wat er moeilijk is en wat echt pijn doet, is natuurlijk dat we enorm moeten bezuinigen. En dat we tegelijk, dus dat we eigenlijk de stad weer opnieuw moeten gaan besturen met nieuwe uitgangspunten. En dat vraagt natuurlijk veel inzet van alle coalitiegenoten. De problematiek is zo immens groot dat wij het vooral heel erg verstandig vinden om met elkaar een oplossing te vinden voor het grote financiële probleem. Vandaag is er coalitieoverleg. En half september gaat het college in retraite. En moeten knopen doorgehakt worden over de begroting van volgend jaar. Maar of het deze coalitie is die de begroting 2012 nog vast gaat stellen en uit gaat voeren, dat is nog maar de vraag.